Hallo, hier ben ik weer, Ria. We gaan vandaag weer eens een lekkere gevulde tomatensoep maken. En wat hebben we daarvoor nodig? 2 potten bouillon, 2 blikken tomatenblokjes, 2 blikjes tomatenpuree, eventueel een pakje soepmix, vermicelli en macaroni. Normaal, ga je daarmee blokjes en water, maar ik heb nou een kant-en-klare bouillon genomen. Want met carnaval moeten we toch een beetje opschieten, hè? Kijk, hoppakee, lekker. Ga ik er nog een beetje water bij doen natuurlijk. Maar waarom moeten we tomaten in? Ja, we moeten toch lekker een tomatensoep krijgen, jongen. En dan ga ik hem even opzetten. Want dan moet natuurlijk ook eventjes lekker warm gemaakt worden, hè. Dan ga ik er ook nog een blikje tomatenpuree bij doen. Waarom? Ja, dat het een beetje lekker smeuig wordt. Maria, dit is niet zo vet al. Nou, maar een keertje een beetje minder is ook niet zo erg, hè? Dit is lekker gevuld. Is goed voor het magische. Kunnen we weer lekker biertjes drinken. Hey, lekker, jongen. Dan worden we weer luttig, hè? Dan gaan we weer carnavallen. Ja, dan heb ik hier ook nog een pakje. Dat zou er nog in kunnen doen. Maar ik vind dat er nou genoeg in zit. Het is lekker genoeg zo. En dan doen we daar ook nog de vermicelli en de macaroni bij. Ja, het mag zomaar heel even koken, hè? Want niet te lang. Nou, als die nou aan de kook is, dat zou zo'n 10 minuutjes duren, ongeveer. Ik ga hem nou eens lekker inscheppen, hè. Het is goed gevuld. Ja, dat zie ik ook. Niet te vet, mot ook niet. Een dag. Nou, ik hoop dat jullie smaakt. Allemaal veel plezier. En houdoe, hè.